het eerst in 43 jaar werd aan de Nederlandse kust weer een slipjacht gehouden waarvoor zo'n 100 ruiters en Amazones hadden ingeschreven. Zoals gebruikelijk bij zo'n imitatie vossenjacht waren er enkele runs, waarbij in volle galop een afstand van zo'n 3 à 4 kilometer wordt afgelegd. Het spoor van vossenmest was ook door de duinen getrokken. En dat bleek voor de jagers een zeer aantrekkelijk terrein, omdat het tal van natuurlijke hindernissen bevat. Hier in de duinen vond de laatste van de in totaal 4 runs plaats, waarvoor de paarden en ook de honden toch nog energie genoeg overbleken te hebben. Bij de zogenaamde kill kregen de honden hun beloning in de vorm van naar de vos ruikende koeienpens. Deze geslaagde slipjacht in Noordwijk heeft alle kans op herhalingen in volgende jaren.